Je kunt je dus maar beter goed voorbereiden op je examen. Hoe doe je dat nou op een leuke manier? Door bijvoorbeeld een game te spelen die te maken heeft met je volgende examenvak. Daarvoor zet de website Gamersnet elke dag een examen game tip op hun site. Je hoort verslaggever Niels de Jager. Hoe kan een schietspel als Call of Duty je nou helpen bij je Duitse eindexamen in zo'n muisstille aula of gymzaal? Hoofdredacteur Peter Bouwman van Gamersnet legt het uit. Deze is natuurlijk wel vooral met een knipoog, maar het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dus je vecht tegen Duitse soldaten. Maar verder, het is geen echt goede voorbereiding, toch dit? Dit is niet de perfecte voorbereiding op je Duitse examen, zal ik gelijk toegeven. Maar sommige andere tips zijn misschien wel wat interessanter. Ja, ik heb voor geschiedenis echt de perfecte game. Want het examen gaat dit jaar over de VOC-tijd. En er is een game die daar echt over gaat. Wacht op uw bevel. Op in volgraad! Ja, Empire Total War is echt een goede voorbereiding. Dus serieus, gaat het helemaal over het examenvak van dit jaar? De Gouden Eeuw van Nederland? Nog meer hoogders! Een zeer realistisch spel, helemaal gelokaliseerd. Alles klopt, van de haven tot Rotterdam, tot de Nederlandse Antillen, alles. Tot uw dienst. Het meeste is met een knipoog, alleen door ons onderzoek kom je soms toch bij een game waar je echt denkt van nou, hier pik je echt wat van op. Morgen staan er ook weer allemaal examens op de agenda. Heb je al een tip voor morgen? Ja, morgen is natuurlijk economie voor de VMBO en de VWO-examens. Er kan maar één game zijn, SimCity. Je moet een stad bouwen en die economisch helemaal runnen. En volgens mij is dat perfect voor economie. Het is dus jouw tip om dit nog eventjes te spelen als je morgen dit op je programma hebt staan. Nou, wat ik heb geleerd van mijn examens is dat je vooral niet te lang tot diep in de nacht moet doorleren, want dan wordt het alleen maar moeilijker van. Dus ik zou lekker even ontspannen, nog een uurtje voordat je naar bed gaat. En dat kan heel goed met SimCity. Nou, op die manier is het en ontspannen, maar ook nog een beetje nuttig. Een beetje nuttig.